Nou kijk, dit is zo'n lantaarnpaal, een van de 32 die het momenteel niet doen in de gemeente Nieuwegein. Frank Folkerts is een man met een missie. Hij speurt in Nieuwegein naar kapotte straatverlichting. Een ronde door zijn eigen wijk leverde al een lijst op met 32 kapotte exemplaren. Kijk, er staan niet voor niets lantaarnpalen om de zoveel meter. Daar is destijds denk ik over nagedacht. En om heel eerlijk te zijn, wij Nieuwegeiners betalen daarvoor gemeentebelasting. Dus ja, ik wil hier ook veilig kunnen fietsen, kunnen lopen. Hier zijn ook bijvoorbeeld kinderen, ouders met kinderen. Dus dat heeft denk ik wel allerlei invloeden. Verantwoordelijk voor de straatverlichting is de gemeente. Maar of er echt sprake is van een probleem, wethouder Reus denkt van niet. Nee, het is niet slecht gesteld in Nieuwegein. We hebben 14.000 lantaarnpalen met zelfs meerdere lichtknoppen erop. En merendeel doet het, eigenlijk bijna allemaal. Maar er zijn wel een storing, dat is waar. En het systeem is volgens de wethouder waterdicht. Zodra er een melding komt van een kapotte lamp, moet het onderhoudsbedrijf van de gemeente binnen 5 dagen de zaken oplossen. Gebeurt dat niet, dan zijn de bewoners weer aan zet. Dan moet je alsnog melden, want dan gaan we er echt achterheen, want dan hebben we een probleem met degene die voor ons het werk doet. En het werk wordt voor ons door Citytec gedaan en we zijn de komende jaren überhaupt aan het kijken hoe we ermee verder gaan. Dus al die klachten nemen we zeer serieus. Even nog één die het niet doet. Die is me niet eens opgevallen. Maar dat is te makkelijk, vindt Frank Folkerts. De gemeente moet volgens hem zelf in de gaten houden of de lampen het nog doen. Het lijkt me ook dat ambtenaren in de gemeente Nieuwegein, mag ik hopen, of in Nieuwegein wonen en zeker door Nieuwegein heen rijden als ze van hun werk naar huis toe gaan. Ja, meer betrokkenheid bij de gemeente. Hoe kan de gemeente Nieuwegein betrokkenheid vragen aan zijn inwoners als ze het zelf niet zijn, naar mijn mening? Frank heeft inmiddels al een boze brief gestuurd aan de burgemeester. En zolang de gemeente niets doet, blijft Frank zijn rondjes fietsen door de wijk.